En zijn trouw is ook voor eeuwig. En dus dan mogen we vandaag rondom jou staan als middelpunt van Gods liefde. En alles wat hij heeft, wil hij aan jou geven. Yeshua zegt, ik geef het aan u. Alles wat ik heb, is het uw. En aan ons is het of we het ook aan willen nemen. Ja, Heer, dat wil ik. Dat is wat u horen wil. Ja, Heer, dat wil ik. Heel die schade die achter hem aanging, die wilde dat ook allemaal. En dan zei hij van, maar als je dat allemaal wilt en met mij die weg wil gaan, en daar gaan waar ik ga, dan moet je wel heel veel loslaten. Dan moet je wel heel veel nee tegen zeggen. De dingen van de wereld, die kunnen nooit het koninkrijk van God beërven. Dat kan niet. Ik wil je reinigen, ik wil je heiligen, ik wil je opwekken, ik wil je vernieuwen. En je geeft alle dingen, die alle begeertes van je hart, die naar mijn wil zijn. En zo willen we je zegenen. En ieder die datgene in zijn hart heeft om met haar te delen, om het haar te geven, laten we gul zijn met onze geschenken. Want God ziet het als geschenk. Wil ik je namens bij God neerleggen, alle zegen en alle liefde en de genade die God je kunt schenken. Ons allemaal, de God van de liefde, de eeuwige, de almachtige. Dat we daar altijd voor klaarstaan, attent op zijn. Dat we het woord van God in ons binnen laten dringen. Altijd attent. Dat is wat wij willen. Loven, eren en prijzen. Onze verlossen. Onze waken. Onze genezen. Ik heb ook iets gegeven. En dat wil ik ook aan jou geven. En ga je nu omver blazen? Nou ja, als het gebeurt, dan moet het. Als het gebeurt, dan moet het. Dat zijn eigenlijk achter je. En kijk, ik hoop dat je net zo veel aanneemt als ik. En ik zeg je met de Heilige Geest. Ja, mooi. Ja. Maar ik krijg toch steeds een bel van jou. En ik dacht eerst dat steeds van mezelf, maar dan wil ik toch met jou delen. Dus, ja, je kreeg ook zo'n mooie kaart van Marie. Hè, met de teugels van mijn vrienden. En eigenlijk zo pas toen Marie met wat God met mij bezig was. Toen ervoerde ik dat ik werkelijk vleugels kreeg. En ik heb een hele lange weg gegaan. En het is heel nieuw om die vleugels te ervaren. En het was ook zo bijzonder dat een van jullie had het verhaal over Sabine, over die kinderen die te snel uit die kokon gehaald werd. En we zijn gegaan. Ja, wandel, ga niet rennen. Ik heb die fout gemaakt om te gaan rennen en om alles te forceren en om een ander mijn kokon open te laten maken. En ik moest terug. En dat was eigenlijk nog veel moeilijker dan als dat ik naar Godse gal had laten gaan. En, ontvang je vleugels op zijn tijd. Dat heb ik van mij gezegd. Die rust en die vrede, die wil ik je geven. En zijn wijsheid, die wil ik je geven. En eigenlijk inderdaad, tante Sjaar zei net wel van ik ben blij met jou, en dat ben ik ook. En eigenlijk meer dan dat ik zelf af en toe wel denk en durf te uiten. En ik wil je gewoon zegenen. En ik wil ik wil gewoon voor jou zijn, diegene die jij wilt. Hoe moet ik dat uitleggen? Dat ik voor je wil. Ja. Wat je wil dat ik Ik snap hem zelf ook nog niet echt, maar ik merk dat we toch best wel iets hebben samen. Assa, de Happy Tribe.
wil ik jou eigenlijk overladen met vreugde. Amen. Of dat die geest van depressie of dit voor jij ook mag zijn, gewoon nu en voor altijd uit je leven verdwijnt. Joy in the Lord! In dat bloemenschilderij was een en al lofprijs. Ja. En ik weet van dat dat in jou is. Jij wordt duidelijk wakker met een nieuw lied, heel vaak. Ja. En ja, die moet en dat wil ik je gewoon helemaal in je uitgieten. Nou. Oh. Ja. Oh.